Letterlijk vertaald is de Dutch angle natuurlijk de Nederlandse hoek. Maar wat voor hoek dan en hoezo is die Nederlands? De Dutch angle is een camerahoek waarbij de camera schuin op de as wordt geplaatst. Deze filmtechniek werd vooral bekend door het emotionele effect dat wordt opgewekt bij de kijker. Dit werd al duidelijk in 1920, toen de camerahoek voor het eerst te zien was in de Duitse film Das Kabinett des Dr. Caligari. De hoek zorgt hier voor een gevoel van desoriëntatie en ongemak. Deze film had een enorme impact op de filmwereld en zorgde ook voor de doorbraak van de hoek die destijds bekend kwam te staan als de Deutsche Angle, oftewel Duitse hoek. Door de jaren heen werd de naam Deutsche Angle verbasterd naar Dutch Angle. Een knap staaltje jatwerk, want de hoek heeft dus helemaal niets met Nederland te maken. We hebben de hoek dus gewoon van de Duitsers gejat. Per ongeluk. Hoewel de hoek binnenkort haar 90ste verjaardag viert, is ze very much alive en kicking, bijvoorbeeld in de Lord of the Rings trilogie, de recente Star Trek films en Thor.